Waarom? Hé, we zijn er aangesproken door security. Hij staat hier achter. Rustig, rustig, rustig. Kijk voor die paal. Uitzicht, maar ik bedoel, mooier dan dit kan ik ook echt niet krijgen. Blauwe lucht, zonnetje. Ik ga even deze andere kant nog even laten zien. Dan moet je eigenlijk... Even die bouwval weg. Ja, en dan kijk je erachter. Het is nog steeds een beetje mistig. Dat was het gisteravond ook al. Maar als je daar zo kijkt, zie je de grootste reuzenrat ter wereld. Die ziet er nu niet zo heel groot uit, maar ja, hij is wel heel groot. We gaan zo ook die kant op straks. We hebben al heerlijk gegeten. Maar hoe heerlijk is dat we zo kunnen lopen? Heerlijk. En hier staat nog best wel een briesje mee. Oh, hey, we hebben Dennis, een carspotter. Maar volgens mij gaat deze weg naar Abu Dhabi. Dat, helemaal die kant op. Dus ja, af en toe komen er wel wat mooie auto's voorbij. Nu alleen nog een hoop bussen. Niet echt heel veel bijzonders. Gaan we wat moois zien. 3, 2, 1. Nee, misschien straks. Oké, okay, we lopen net naar binnen. Nee. Maar wacht even, we zijn in Dubai. Dat kan je zien aan dit. Voor een zand hier natuurlijk. Voor een balkon, ja, dat zwaait natuurlijk alle kanten op. Nou, we gaan even de voeten wassen. Dit is niet normaal. Okay, we zijn aangekomen in de lobby van het hotel. En check even hoe vet dat eruit ziet. Super hoog plafond met die lamp en zo. Loopt heel mooi door. En de jongens hebben hun allereerste kameelritje. We hebben Eli op de kameel. Of een dromedaris. Ik weet eigenlijk het verschil nog steeds. Ik vergeet het steeds. Maar goed, jullie snappen wat ik bedoel. Voor de kameel. Mia's die zit half achterop. En Debra gaat voor het echte werk. Kijk eens even hoe hoog die daar zit. Jongens, de vraag is, we zijn in Dubai. Wie gaat er van deze vakantie op een echte kameel? Wie durft dat? Ik niet. Oké. Okay. Debra gaat heel vast, hè? 3, 2, 1. Zo zit dat wel. Je zit echt super ontspannen. Hey, we zitten in de taxi en kijk even hoe bizar dit eruit ziet. Ze zijn daar voor het een gebouw aan het bouwen. En daar helemaal bovenop staat een hijskraan. We vragen ons oprecht af, hoe gaat zo'n hijskraan er vervolgens weer vanaf? Oké, we vroegen de taxichauffeur ons af te zetten bij het grootste reuzenrad ter wereld. Dat heeft hij dus ook letterlijk gedaan. Want kijk, we zijn echt aan het einde. Maar we staan ervoor. Dit is grandioos bizar. Oh, niet normaal. En je zit ook echt gewoon in een mega cabine. We gaan even kijken of we er misschien later vandaag nog in kunnen. Nou ja, de rest van de uitzicht zien we niet zo heel goed. Waarom heeft hij ons hier af? Ik zei, breng ons aan het strand toe. Hij brengt ons hier. Wat wil je zeggen, liefie? Er gaat daar bloed in. Waarom? Ik wou daar heel graag in. Ik heb vandaag... Ik ook niet. Wie gaat erin? Is er iemand die wel hierin wil? Ja, broertje ook niet. Jongens, kijk. Iemand, wie als jij misschien interesse? Nee. Misschien ook wel leuk om te weten, een ritje, dus helemaal, hè, is ongeveer 40 minuten. Zo lang duurt het dus. En nou, helaas, het gaat er niet worden, want ja, de kinderen die willen er niet in, die vinden het een beetje spannend. Het duurt zo lang. En het duurt lang, ja, dat snap ik. Dus nou, voor jullie thuis ook één keer een shot. Dit is gewoon niet normaal. Staat er nu echt letterlijk naast en dan moet je kijken. Er wordt gewoon echt er één zo'n pilaar gewoon, houdt hij dat. Twee. Ja, ik zie het ook niet goed. Dat is echt door de zon zitten we hier. Maar eerlijk, sowieso, dit is echt ziek. En die cabines zijn groot. Je hebt ook cabines met een bar erin. Het is echt wel, ja. We laten het reuzenrad achter ons. Maar ja, dit uitzicht is toch ook fantastisch. En wat super leuk is, maar lastig te zien is op de camera. Er vliegen hier de hele tijd vliegtuigjes. En er worden hier zoveel mensen gedropt op parachute springen. Kijk, dat is iets wat ik nooit zou doen. Dat zou ik dus ook niet doen. Maar goed, ja, jetski, bootjes, speedboot, het strand. Dat wat gaan wij doen? En een parcours. Parcours, ja, ze hebben ook zo'n heel springkussen, zwemparcours. Ik weet niet wat we allemaal kunnen doen. Maar vandaag is even een beetje verkennen. We komen natuurlijk uit een late nacht, hè, met de vlucht van gisteren. Maar oh, het is zo heerlijk om in Dubai te zijn. Echt jongens, denk, oh. En Mias en Eli zijn er vandoor gegaan. Die zien iets anders moois hier zo. Menukaart te bekijken. Oh, lekkere drankjes. Kijk, dat ziet er wel leuk uit hoor. In zo'n kokosnootwater. Heel erg leuk. Ah, lekker. Oh, volgende. Ja, we gaan door.
Nou, we zijn een paar meter verder. En ze hebben een kraampje gevonden waarbij ze lekker ijsje gaan halen. Mimi, ga je ook ijsje halen? Nee. Q, hij zegt Q, lekker sapje. Oh, sorry. Ik weet niet wat ze doet, ze vroeg één schep. Wat is dit? Is dit één bol? Eli, jij krijgt weer een hele... Moet je nagaan, zo. Dan krijgt Deborah weer zo'n kleine bol. Ik had twee bolletjes gevraagd, let op. Kijk hoe dit... Dit is in Nederland vijf bollen. Dit is in Nederland vijf bollen. Oh, lekker. Oh. En, hoe proeft die? Lekker. Lekker, goed zo. Even een plekje gevonden om rustig te zitten. Daaraan wil soft ijsjes, die gaan we straks zoeken. Ila heeft zijn lekkere schepijs. En Mia's heeft zijn lekkere gu. Lekker sapje, is die lekker, Mia's? Duimpje omhoog als je het lekker vindt. Ja. Alleen moet Mia even heel snel zijn ogen dicht gaan houden. We hebben echt een probleem. Kijk dit. Hij ziet gewoon kinderen. Hij denkt, ik ga met die auto rijden. Ga de spelletje doen. Wie langs zijn ogen dicht houdt, krijgt ja, nog een iedereen, ijsje. Ogen dicht. Ja, ja. Mia's ogen dicht. Dan krijg je nog een ijsje straks. Oh, Mia's, kijk daar. Ja, te laat. Oh nee, hij heeft hem gezien. Hij heeft hem gespot. Hij heeft hem gespot. Kijk hoe leuk dat eruit ziet. Ze kan je dus huren om hier te rijden, maar... Kijk, ga ze nemen op. Kijk. Het is nog een Lamborghini ook. Op de achterkant staat Lamborghini. Kijk hoe leuk. Maar het gaat goed, hij vraagt nog niks. Oké, houden zo. Kijk zijn ogen. Hij is nu gelukkig met z'n drinken. We gaan verder, maar oh nee. Kijk wat hier aankomt. We hebben ballonnen. Jongens, kijk voor je. Kijk voor je alsjeblieft. Oh, Esra, gaat dit vermijden? Kijk, het is te veel bij elkaar. Kijk hoe ze stilstaan van, oh, joh, Piet. Mimi, doorlopen. Doorlopen. We hebben deze kant verlaten. We gaan over via de brug naar de andere kant. Maar check wat hier onder ons komt. Zo'n jacht met een jacuzzi daar zo. Oké, spring nu. Hoe vet ziet dat eruit? De hele stuk gelopen. Echt, de zon schijnt zo lekker. Ik zelfs mijn hemdje heb aangedaan. Ik begon te zweten. We denken, we komen hier lekker spelen bij een speeltuintje. Hebben we het volgende probleempje? Top, moet je opletten. 3, 2, 1. Oh, wacht. Hij wil niet staan. Staan. Oh, weet je, als hij zand tussen zijn tenen krijgt, vind je het gewoon niet leuk. Dat ja, is maar, het. Oh, eerlijk? Ja, dat is zoals kan. Nee. Nou, jongens, Dennis, jullie kunnen gaan spelen. Ila is lekker aan het spelen en Mias weet dit dus echt, dat hij dus gewoon niet wil gaan spelen. Ik heb nog nooit gezien dat een kind van 3 niet wil, of 2 niet wil spelen in de speeltuin. Maar goed, geef de camera even aan Dan, want de jongens willen echt iets superleuks. Kijk, daar gaat hij. Voor het eerst camera in mijn handen. Kijk of ik kan vloggen. Hey. Niet uit, niet uit. Rustig. Kijk voor die paal, zet aan. Wauw, ik was echt in de kamer. Wil je nog een keer? Weet je, eigenlijk is dat zo'n slecht idee niet. Wat nou als ze Mia's hier laten hangen? Kijk hoe lang die het volhoudt. Die gaat niet eens vasthouden. Oh, schommel. Ja, we zetten wel de schommel. Gaan we kijken, we gaan even proberen. Hij moet iets doen. Hij moet iets gaan doen. Kan niet, joh. Mia's daar? Oké, gaan we kijken. Gaat hij... Ook niet. Hij wil gewoon een bankje op. Nou, zeg. Mia's, jongen. Niet verpesten. Oké, geloof het of niet. Hij staat gewoon in het zand. Mimi, ga je het doen, Mimi? Ga je lopen, Mimi? Hij doet het gewoon. Hij gaat gewoon. Eindelijk, het is een normale kind geworden. Esra, geloof het of niet. Hij loopt. Het is gelukt. Oké, waar gaat hij naartoe? Wat heeft hem overgehaald om te gaan lopen? Ja, wat heeft hem overgehaald? Dat handje zo. Oh, als ik maar niet val. Er voelt er niks lekkerder dan op een zomerse dag je voet in het zand. Komt ja, dit is eerlijk. Je hebt daarheen. Maar Mia's, waar gaan we heen? Gaat allemaal ook niet zo heel erg snel. We zijn het aangesproken door security. Hij staat hier achter. Wat jij deed mag echt niet, Serhan. Wisten we ook niet. Ik heb het wel gefilmd met mijn telefoon. Wat er gebeurde is dat Serhan en Deborah van dit ding samen afgingen. Maar blijkbaar ja, ben je iets te zwaar en gespierd. Kijk. Ik zal jullie even laten zien hoe dat eruit zag. Maar Debbie, dat betekent dat jij nu zelf moet. Wat wil je, snel draaien? Snel of zacht? Nee, niet snel, maar ik kan niet zo lang vasthouden. Oké, dan gaan we snel, niet te lang. Woo! Oh, we hebben een probleempje. Mia's is gevallen. Oh. Zijn handen hebben het zat aangeraakt. Dat is eng. Hey, wij staan hier lekker. Security is goed bezig, maar ja.
Het mag niet. Geen volwassenen, je bent dit keer niet. En het is gelukkig weer goed met Mias. Lekker schommelen. Gelukkig helemaal goed gekomen met Mias. Wat zo bang als hij voor het zand was. Hoe blij hij er nu mee is. Check even hoe. Liefde met de zand, Mimi. Onder hij zit. Hij zit helemaal onder zand. Zijn haren zitten onder. Hij is helemaal één met het zand. We zijn een stukje verder gelopen. De zon begint al een beetje onder te gaan. Het is tijd om even lekker te eten. Jongens, hebben alvast een lekkere sapje. Oh, er komt al eten aan. Oh, net op het moment. Dat is gewoon timing, hè? Oeh. Zo, rustig, schat. Je eten komt. Maar goed, we hebben allemaal hapjes besteld. We beginnen met een soepje en voorhapjes. Ik weet niet wat hij nog meer heeft. We gaan eens even kijken. Oh, lekker. Mias. Lekker Turks eten. En een heerlijk stukje brood. Jouw eten komt zo nog. Je moet toch nog even wachten. Dat is voor jou. Mag je ook, ja. Maar in ieder geval, we hadden het dus eerder over hijskraam gebouw. En check eventjes wat hier vlak bij ons. We zien het nu van dichtbij. Het is zo bizar hoe ze dit bouwen. Echt zo apart. Je ziet overal wel gebouw met hijskraam erop. Zelan is weg. Ze eten is gebracht. Dit is het eerste gerecht. Daar komt het volg. Oh! Daar is die eindelijk. Ze waren zo lang weg. Is het gelukt op het toilet? Is het gelukt op het toilet? Ja, oh, nu is hij weer schoon. Jammer genoeg moesten wij eerst naar wc en ben ik pas eten. Zo, jullie zijn lang weg geweest. Ja, ik heb het kwartier of zo. Wc gezien, joh. Maar het is gelukt. Ja, nu is kan gelukt. Je lekker eten. Nou, it's for you. Ja, is kan voor hem. Hij denkt dat het voor mij is. Want ze heeft twee hoofdgerechten besteld. Alsof dit niet genoeg was, heeft hij die erbij besteld. Ik heb twee van deze. Ja. Jullie hebben ook lekker eten. Ja, patatjes en Turkse pizza. Welkom bij een stukje brood. Echt lekker uit zo. Nou, ook lekker een stukje brood erbij voor Eli. Hele oh, lekker. Eet smakelijk. Wij zijn uitgegeten. Inmiddels is het al donker geworden. En het ziet er echt fantastisch mooi uit, moet ik zeggen. Kijk hoe vet ze het reuzenrad hebben verlicht. This is for... Wat voor you? Kijk, voor jullie thuis ook. Voor YouTube. Nee, kijk hoe mooi. Dan die lichtjes hier overal. Ook in de avond. Ja, kijk, alles is verlicht nu. Het blijft elke keer, denk je, oh het ziet er mooi uit, maar dan nu ook weer. Ja, is ook vet. Onderweg op zoek naar een taxi en ondertussen worden mijn broertje en de kids helemaal gek, want ze zien allemaal dikke auto's, hier achter ook, daar achter ook, allemaal Lamborghinis. Inmiddels liggen de jongens te slapen in de kamer en had ik Dennis en Sam even de deur uitgestuurd om het lekkers te halen. Ze staan hier als het goed is achter de deur. Ik heb ze in een shipje. Maar, ik heb chocolaatjes voor je gekocht. Oh, ja, kijk. Maar wacht even, Eddie, waarom zijn die buiten adem? Ga je het vertellen of niet? We wouden een keertje in de sporten. Ja. We hebben 7 verdiepingen naar boven gelopen. Welke lift zo ongoed, weet je? Nee, is gezond. Ik ben ook niet bang voor de lift of nee, zo. Nee, gezond bezig blijven. Nee, ik snap okay, het helemaal. Maar oké, okay, ik heb 2 mannen op pad gestuurd. Met wat zijn ze thuisgekomen? Ja, voor een chipje en een chocoladetoten. Een chipje voor jou? Potato grill. Ja, als die op is. Oké. Weet je, misschien hebben we nog een spaar. Even één ding. Shh, kids slapen. Ja. Oh. Zo. Oké. Ja, dit is gekleed. Ja. Nee. Ja. Dit is niet eens wat ik wil. Meen je dat? Met noten, hele noten. Niet, ja, hier, niet hele noten. Ja, die wil ik. Waar staat die? Vol not. Ja, dat is oké. Oké. En ik dacht, als jullie het goed vindt, heb ik ook deze voor je. En ik heb dus een grootje voor je. En daar is even niks. En de grap is ook dat ik heb alleen mijn papa gestuurd voor chips. Moet en chocolaatje heeft hij nog 2 keer zitten bellen. Echt het... Dit was gruwelijk wat meemaakte. Vertel. Stellingen. Mm-hmm. Het was, wij moeten gewoon 1 dag met de camera erheen gaan. Ja. Het is zo sick daar zo. Wat je dacht, het is super groot ook. Oké, gaan we een dus, ik heb nog netjes doen? Gedaan. Je hebt het heel netjes gedaan. Heel netjes gedaan. En het heeft gewoon letterlijk een paar uur geduurd. Al weet ik wel een beetje waaraan dat heeft gelegen. Want ik kreeg dus er ook nog een filmpje opgestuurd. Die ga ik jullie nu ook gewoon laten zien. Ik ga het daar weer, ja? Ja. Oké. Voor hebben ze dit soort taferelen de hele tijd uitgehaald in de winkel. Ben je op vakantie in Dubai? Wat ga je doen? Jij laat ons alleen op pad gaan. Ja, maar... Jij zegt, ga gewoon gezellig met z'n tweeën op pad. Ja, nou, het is volgens mij heel gezellig geweest. Oké, er is dus... Wat is zo erg. Die twee kerels, toch? Mm-hmm. Begin een rondje lopen, kwam terug, kwamen we hun weer tegen. En hij stond op geen naast hun. En dan ging hij zo lopen, dan stond hij daar zo naast en noten kijken. Zo, ik schaamde me rot, ik schaamde me nooit. Dus ik wou mijn telefoon zeggen, mama,
Maar brother, dit get het pils. Weet je wel, we zijn als een vrouwtje pils. Nee, maar toen was dat zeker. Oh ja, toen kwamen we bij de kassenbruik. Man, met die slot op zijn mondkapje. Oh, ja. Oké, vertel. Ja, volgende verhaal. Nee, maar dat was vies. Waarom gingen we op een gegeven moment kijken? Oké, nou, zou je zeggen? Nee, luister, dit was echt erg. Snap? Nee, maar luister, dit was echt erg. Maar wat kan ik tegen? Luister, begin. Eén keer. Nee, nee, doe het niet. Dat is echt niet open. En deze? Oeh, fuck. Oké, het zal verder. Oké, luister. Nee, maar ik nee, dat moet ik vertellen. Nee, ja, hij was zilkaart gehaald. En hij heeft een mondkapje op. Maar terwijl we met hem aan het praten waren, blijkbaar heeft hij geniest. Maar hij... Hi. Nee, 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 ik ken hoe dat werkt. Maar hij had niet in de gaten, blijkbaar had hij geniest en kwam hij nee. Weer terug. Nee, oh, wat slot als een mondkapje. Dus hij zegt mij, ja, ja, weet je, je kan dan een simkaartje. Dus ik heb geen, oh shit, dit is dat zo laat, we moeten echt gaan. Je wou niet aannemen. Nee, snap ik. Maar Esther, oh, dat is zielig. Oh, nou ja. Ik kon niet meer lang praten. Ja. Oké, volgende keer laat ik hun de camera meenemen. Oh, bij die kassa vrouw. Dat we jullie later even op twee keer van met camera, of denk je dat wordt... Ja, ja, moeten wij een keer de camera meenemen, is twee of niet? Oh, nee, dat gaat echt niet goed. Oké, okay. Als een week, doe ik even kans, ik denk dat het een week gaat vastzitten. Okay. Ik heb een seks weer. Ik ga verder met video's editen. Jullie bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zou zeggen, abonneer en tot de volgende. Doei! Tot de volgende keer.